In deze eerste aflevering van Exposé staan we met Ineke Hagen stil bij de Hollandse Huiskamers. Met conservator Colin Huizing praten we over de tentoonstelling Herman de Vries.ol in het Stedelijk Museum. Hollandse Huiskamers is een jaar rond publieksparticipatieproject van de cultuurscouts van de Stichting Mooi Werk bij de tentoonstelling Ik hou van Holland in het Stedelijk Museum. In het Stedelijk Museum is de tentoonstelling Ik hou van Holland te zien. En in het kader daarvan zijn er huiskamers ingericht op diverse plekken in de stad. We hebben al een huiskamer over de jaren 50 gehad, eentje over de jaren 60. En nu is er eentje over de jaren 70 te zien in de expositieruimte bij Schiedam Centrum, station Schiedam Centrum. Ja. Er komt er nog eentje over de jaren 80 en 90. Waar is die? Op de Hoogstraat, Hoogstraat 85, bij Centrum Management. Dus echt pal in de binnenstad. Ja, we wilden ook graag eentje echt een beetje meer in de loop. Want de eerste was natuurlijk in een wijkje, in een wederopbouwflatje in Nieuwland. En de tweede in Groen-Noord. Ja. Moest je echt naartoe. En de eerste zelfs vier trappen oplopen. En de tweede gelukkig met een lift. Maar dit is toch meer een, ja, meer in de loop, winkelend publiek. Dus ja. We hopen daarmee ook aandacht te trekken van mensen die passeren. En niet specifiek naar de Hollandse Huiskamers toekomen. En wat is er te zien in die huiskamers? Nou, we richten steeds de huiskamer in de stijl van een decennium. Naar aanleiding van Ik hou van Holland tentoonstelling, die natuurlijk de naoorlogse kunst belicht. En het idee is om dan steeds een decennium daarin ook de hele context van dat decennium te belichten. Dus het wonen, de design, mode, lifestyle. Dus allerlei aspecten van dat wonen. En dus nu in de jaren 70 is het helemaal in het teken van de jaren 70. Dus dan haal je oranje, dan groen, paars, ja. Blauw. Ja. Nee, geen blauw, bruin. Nee, geen blauw, oranje, bruin. En dat knalgroen, appeltjesgroen, dat soort kleuren. Ja. En daar hoort ook muziek bij? Muziek bij, ja. TV-programma's, literatuur, mode. Dus we halen er van alles. Het is heel erg leuk, omdat je kan er heel veel kanten op natuurlijk met zo'n concept. Ja. En dat is ook allemaal te zien in zo'n huiskamer? Ja, het is nu in de jaren 70 kamer is het hebben een zitkuil gemaakt. Dus het is echt een beetje de sfeer van hoe er geleefd werd in die tijd. Ja. Het is een podium maar waar je laag op de grond zit en met een kokosmat en inderdaad oranje bruin gestreepte kussens en de muziek van die tijd, maar ja, met de kleding erbij. En je komt dan echt wel weer in de sfeer van hoe het toen was. En het is vooral bedoeld als feest van herkenning. Dus dat je een aanleiding hebt om met bewoners. Het is echt een participatieproject. Dus we proberen ook zoveel mogelijk partijen erbij te betrekken. Mm. Die in die setting een aanleiding vinden om daar iets mee te doen. Om even terug te halen hoe wat heel kenmerkend was voor die tijd. En waarom de kunst. En dan in de kunststuk in het museum, maar ook muziek, boeken waarom die op dat moment geschreven werden of gemaakt werden zoals ze gemaakt zijn. Die kunst uit het museum, hangen er dan kunstwerken uit de collectie van het Stedelijk in die huiskamers? Ja, maar in reproductie. Okay, ja. Niet het echte werk. We hadden in de jaren 50 kamer hadden we een Co Westrik hangen. In de jaren 60 kamer een Daan van Golde. Mm-hmm. En nu hebben we een Reinier Lucassen. En een heel bijzonder werk met een half naakte mevrouw op de knieën. Ja. Ja. Echt typisch jaren 70. Ja, die nieuwe figuratie is typisch jaren 70. En het gaat ook om Nederlandse kunst. En dit is dan echt een stroming in de jaren 70 geweest met Reinier Lucassen. Die heel vervreemdend werk maakte. Maar wat wel waar heel duidelijk, het is figuratieve kunst. Dus het is niet realistisch, maar het is wel heel herkenbaar. En dat zijn twee vrouwen op. Ik geloof het werk Kamergenoten heet. Dus komt ook wel mooi verpassen in de huiskamer. En dus dat is dan de aanleiding. We hebben de eerste twee huiskamers hadden we het werk. De Co Westrik en de Daan van Golde. Ook echt qua kleurstelling was de aanleiding om voor Femke de Bruin, die de kamers inricht, om dat echt helemaal in stijl te doen. Mm-hmm. Dat hebben we nu een beetje losgelaten. Het leek ons ook wel heel erg leuk om in de jaren 70 juist de performancekunst en de nieuwe vormen, nieuwe media, er kwamen veel van nieuwe vormen van kunst, om die wat meer te belichten. Maar het is lastig. Je zit met rechten. En, dus ja, je moet ook heel goed uitzoeken hoe je dan zoiets kan uitlichten. Dus dat doen we wel in de lezingen en dergelijke. Maar de Reinier Lucassen is nu het centrale kunstwerk. Lezingen? Ja, er komen ook lezingen. Er komt nog een lezing in oktober van kunsthistoricus Lilian Boes. En, zij heeft dat in de jaren 60 kamer ook gedaan. En
belichten ook heel erg leuk hoe de kunst inderdaad in de tijd gemaakt werd. Wat er ook aan architectuur, aan design, aan ja, allerlei andere kunstvormen was op dat moment. Mm-hmm. En hoe dat elkaar beïnvloed heeft. En zeker in de jaren 70 is het ook heel erg aan de hand met wat ik net al zei, met performances. En in de jaren 80-90 huiskamer gaat een museumdocent ook in op de jaren, die jaren en de kunst uit die tijd. Dus er zijn ook allerlei activiteiten in, ja, te doen in die huiskamer. Lezingen, wat nog meer? Workshops. Zeg maar het handwerken. In de jaren 60 al een beetje begonnen. Dus in de jaren 50 hebben we dat trouwens ook gedaan met haken en breien. Maar nu in de jaren 70 macrameën. Dus natuurlijk heel erg de plantenhangers macrameën. Dat is, ja, echt uit die tijd. Dus zo halen we er steeds dingetjes uit die we dan in workshops voor mensen... dat ze dat weer even kunnen terughalen, want... Ik weet wel dat ik ook met mijn moeder nog wel van mijn moeder heb leren macrameën. Maar ik zou het niet meer weten wie dat nu nog kan. Maar hoewel het ook wel weer terugkomt, geloof ik, met die loombandjes. Ja, precies. Ja. Ja. Wat voor mensen komen daar nou op af? Zijn dat mensen die eerst naar de tentoonstelling in het Stedelijk gaan en dan die huiskamer bezoeken? Ja, de Hollandse huiskamers idee is eigenlijk ontstaan juist om nieuwe mensen te trekken voor het museum. Ja. Voor dus omgekeerd. Er komen mensen aan die huiskamers waarvan je hoopt dat ze ook naar het museum zullen. Ja, het idee is eigenlijk dat je het museum meer de wijk inbrengt, meer naar de mensen toe. Laat zien dat, dat kunst in de maatschappij een rol heeft. Dat het niet alleen maar een kwestie is van of je het mooi of lelijk vindt, maar dat het ook iets vertelt over de tijd, over de maatschappij. Dat het met van alles en nog wat te maken kan hebben. En dat het daarom ook gewoon heel leuk is om na te denken over wat een kunstwerk betekent. Maar ook wat het met jou doet. En op die manier het museum misschien ook wat laagdrempeliger te maken voor mensen. Omdat, ja, dat je er zelf iets uit kan halen of iets mee kan doen wat dichtbij jou ligt. Lukt dat? Ja, dat lukt. Ja, ik ben wel heel tevreden over... en wij proberen ook als cultuurscout sowieso natuurlijk... om kunst en cultuur bereikbaarder te maken voor mensen. Want heel veel mensen die zijn geneigd om te zeggen van... ja, dat is niks voor mij, of het museum is niks voor mij, of kunst is niks voor mij. Maar het gebeurt maar zelden dat iemand niet zelf een instrument bespeelt. Of graag danst, of naar de film gaat, of graag foto's maakt. Of inderdaad misschien heel goed is in haken, brei of macramee of wat dan ook. Dus bijna iedereen heeft wel iets met kunst en cultuur. Maar soms wordt dat dan... ja. Een soort anders, hè, als iets anders gezien dan kunst met een grote K. Terwijl dat ook heel goed, heel dicht bij elkaar te brengen is, denk ik. Dus er wordt een verband gelegd tussen de tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Er zijn huiskamers in de diverse wijken. Nu bij het station en straks op de Hoogstraat. Ja. Nog andere dingen? Lezing in de bibliotheek natuurlijk. De bibliotheek en het museum die organiseren lezing ook over Ikhoofd van Holland. En daar hebben wij dan ook een lezing voor verzorgd. Om te vertellen over de context van de Hollandse huiskamers. In principe staan de huiskamers ook ter beschikking voor bewoners om er zelf dingen mee te doen. Dus we hebben een boekpresentatie gehad bijvoorbeeld in de jaren 70 kamer. Voor iemand die het leuk vond om dat in die setting te doen. Dus het is echt het is natuurlijk geen museumwoning of zo. Het is Rick de Reiziger, hè? Ja, klopt. Ja. Dus ja, wat dat betreft is het een ontmoetingsplaats waar heel veel verschillende dingen kunnen proberen. Mensen kunnen uitproberen en kijken wat ze ermee willen. Fotoshoots zouden er kunnen plaatsvinden of wat dan ook. En nou wat ik iets zeg, maar weet ik niet meer wat. Wat er allemaal over, gebeurt in die huiskamers of de manier. Ja, dat was een bepaald onderdeel dat ik nog wilde belichten, maar weet ik even niet meer. Zie je het nou terug in het bezoek aan het museum? Dat daar nu mensen komen die eerst in zijn huiskamer zijn geweest? Ja, dat van het museum heb ik dat nog begrepen dat er nog wel wat meer mensen zouden kunnen komen natuurlijk. Maar het is denk ik ook voor Schiedammers... Mensen geven ook aan, natuurlijk komen we wel op het museum. We geven ook vouchers aan alle huiskamerbezoekers... zodat ze een gratis rondleiding kunnen krijgen. En dat vind ik ook wel heel erg de moeite waard, omdat... je dan ook het verhaal afmaakt. Want als je dan naar het museum gaat... en je kan een rondleiding krijgen van een museumdocent... die ook meer vertelt over die kunst... dan kan je het weer terughalen. Dan kan je ook de context die in de huiskamer zichtbaar wordt gemaakt... ook in het museum weer terughalen. Dus ik raad eigenlijk iedereen aan om met name gebruik te maken van die vouchers. En dan mee te doen aan zo'n gratis rondleiding in het museum. Omdat het is heel erg leuk om meer te weten over kunst... en waarom het door die kunstenaar in die tijd gemaakt is op die manier. Ja. En dat maakt het verhaal wel heel erg af.
Dus ja, op die manier komen er ook meer mensen. En hopelijk vooral veel Schiedammers in het museum. Want we hebben een prachtig museum en een fantastische collectie. En daar zou iedereen toch eens een keer van moeten genieten. Die kunst genieten is van die. Ons allemaal. Precies. En dat is het motto, ja. De jaren 70 Hollandse Huiskamer is nog tot 26 oktober te bezoeken in de projectruimte bij station Schiedam Centrum. In de tentoonstelling Herman de Vries.ol worden de artistieke ontwikkeling, de veelzijdigheid en de samenhang in het oeuvre van Herman de Vries inzichtelijk gemaakt. Herman de Vries is een multitalent die in zijn werk wetenschap, kunst, leven en natuur met elkaar weet te verbinden. Zijn werk over de relatie tussen cultuur en natuur wordt met de jaren alleen maar relevanter en actueler. In de tentoonstelling is de ontwikkeling van het oeuvre thematisch gerangschikt aan de hand van een representatieve selectie van werken. Senior conservator Colin Huizing vertelt over de ontwikkeling van het werk van de kunstenaar. Colin, een tentoonstelling over het werk van Herman de Vries. Mm-hmm. Geschreven met kleine letters, geen hoofdletters. Ja, alles wordt geschreven met kleine letters. Waarom is dat? Dat is een principe van de kunstenaar, Herman de Vries. En daarmee vermijdt hij elke hiërarchie in woorden en in betekenis. En eigenlijk is alles van evenveel waarde. Vandaar dat hij consequent de kapitalen, de hoofdletters, uit zijn teksten laat. Okay. En uit zijn titels. En uit zijn eigen naam. Bijzonder. Bijzonder. Consequent zou ik zeggen. Mm-hmm. Hij doet dat al sinds het begin van de jaren 60. Hij is 83 inmiddels en 60 jaar werkzaam als beeldend kunstenaar. Mm-hmm. En vanaf het begin van de jaren 60 heeft hij zijn idioom, wat hij nu hanteert, heeft hij ontwikkeld. Hoewel dat een heel andere gedaante heeft aangenomen. Ja. Dus de titel van de tentoonstelling is dan ook Herman de Vries met kleine letters, maar wel met een leesteken, punt, all. Ja. Omdat het een overzichtstentoonstelling is. Het is een overzichtstentoonstelling, maar in een overzichtstentoonstelling beoog je natuurlijk alles te tonen. Wat we hier doen en wat er in deze tentoonstelling te zien is, is een representatieve keuze uit zijn oeuvre. Mm-hmm. En die de ontwikkeling van het kunstenaarschap van Herman de Vries inzichtelijk maakt. Ja, het is ook nogal wat 60 jaar werk. Ja. Een grote tentoonstelling. Het is een grote tentoonstelling voor het Stedelijk Museum Schiedam. Mm-hmm. En ook een belangrijke tentoonstelling. We hebben drie jaar geleden inmiddels hebben een tentoonstelling georganiseerd onder de noemer 0 is 0. Mm-hmm. Dat ging over de kunstenaarsgroep 0, die aan het begin van de jaren 60 actief was. En dat waren kunstenaars die in feite het begrip kunst op de helling zetten en niet zozeer de werkelijkheid wilden nabootsen, maar gewoon de werkelijkheid aan zich wilden tentoonstellen. Mm-hmm. En Herman de Vries maakte ook voor enige tijd deel uit van deze groep. En wij hebben ook na deze tentoonstelling gezegd van nou, dat is een van de eikpunten in onze programmering. Mm-hmm. En daarom willen we ook individuele aandacht aan de verschillende kunstenaars die met nul geassocieerd werden of die er deel van uitmaakten, willen we meer de diepte ingaan met deze tentoonstellingen. Dit is de eerste tentoonstelling in die serie. Mm-hmm. En het is bijzonder. Herman de Vries is inmiddels op leeftijd, maar zeer vitaal. Maar het mooie is dat hij nog altijd, ondanks dat zijn vorm en taal veranderd is, dat hij nog altijd trouw is aan die principes die hij hanteerde aan het begin van de jaren 60. En dat is hij zegt, ik ben nog altijd trouw aan de principes van zero. Dat zo heette de internationale beweging waar nul deel van uitmaakte. En dat zijn principes als alles is gelijkwaardig. Ik zei het al net over hoe je dus omgaat met schrift en met de betekenis van de dingen die je waarneemt. Maar het is ook de werkelijkheid aanvaarden zoals die is. En aanvankelijk gaf Herman de Vries daar een, maakte witte sculpturen, deed dat met gevonden voorwerpen die hij wit schilderde. En maakte hij sculpturen van. En dat waren eigenlijk hele abstracte werken die hij tentoonstelde. En hij zocht naar manieren om eigenlijk de werkelijkheid zo goed mogelijk te verbeelden daarmee. Op een abstracte manier. Dat klinkt eigenlijk een beetje tegenstrijdig. Dat blijft het ook gedurende het hele oeuvre. Mm-hmm. Het lijkt heel abstract, maar het is minder abstract dan dat het lijkt. Oké. Okay. Dat klinkt ook weer abstract. Ja. Maar wat hij aanvankelijk deed was dus inderdaad de kunst tot een nulpunt brengen. Hij probeerde die kunst te elimineren van alle betekenissen. Mm-hmm. Komt op een gegeven moment tot de consequentie of tot een consequentie in een wit schilderij. Wat in feite niks anders is dan een wit geschilderd paneel. Een paneel wat volledig ontdaan is van zijn betekenis. Volledig ontdaan
van elke hiërarchie dan ook. Maar het is gewoon het object aan zichzelf. En zo neemt dat een plaats in de werkelijkheid. En waarom mag je dat dan nog kunst noemen? Dat is een hele goede. Dat zijn ook kwesties die Herman de Vries gedurende zijn hele oeuvre ook ter discussie stelt. In feite gaat het in zijn werk om de ontmoeting tussen kunst en werkelijkheid. En vooral ook de natuur, wat in zijn latere werk een rol gaat spelen. En als je dan kijkt naar die ontwikkeling die hij doormaakt, afhankelijk van die witte sculpturen maken. Op een gegeven moment zoekt hij naar een manier om meer vorm te geven aan zijn werk. Hij maakt een wit schilderij, maakt witte sculpturen. En hij vindt dat in zogenaamde toevalstructuren. Hij is op dat moment, aan het begin van de jaren 60, werkzaam als medewerker bij een plantenkundig laboratorium in Wageningen. Mm-hmm. En in het laboratorium maken ze gebruik van getallenreeksen, tabellen, wanneer ze wetenschappelijk onderzoek doen. Die getallenreeksen die ze gebruiken, daarmee anceneren ze als het ware een toevalssituatie. Dus daarmee creëer dat uit die getallenreeksen komen voorwaarden voort. Dus bijvoorbeeld als men zegt welke temperatuur zullen we kiezen voor dit onderzoek of welke hoe vochtig zullen we het maken, dan wordt die tabellenreeks gebruikt en dan komt dat per ongeluk uit op 20 of het komt per ongeluk uit op 18 graden. Hè, al naar gelang men welke waarden ze daaraan verbinden. Dus eigenlijk maakt hij een soort van, met zijn werk gebruikt hij die toevaltabellen om zo toevallig mogelijk werk te maken. Waarin zijn eigen handschrift is uitgebannen. En wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Wat zie ik dan in het museum? Wat je dan ziet, dat zijn dan, aanvankelijk maakt hij gebruik van hele geometrische vormen die hij daar op sorteert. Dus dan zegt hij van, nou, ik heb een aantal latjes, bijvoorbeeld houten latjes van met een breedte van 4 centimeter, met een hoogte, die zijn allemaal eenvormig. En aan de hand van de getallenreeksen positioneer ik die latjes op een tableau of op een ander vlak. En de ene keer bepaalt het getal of hij rechtop staat en de andere keer of hij ligt. Of een andere keer bepaalt het getal of ik er wel of geen blokje plaats. En zo krijg je hele geometrische, abstracte werken. Ze zijn nog allemaal wit geschilderd. Die in feite een soort van simulatie zijn van een, wat iets in de werkelijkheid zou kunnen afspelen. Nou, dat houdt hem heel erg bezig gedurende zijn oeuvre. En uiteindelijk bevredigt hem dat niet. Want hij denkt van, ja, hoe kan ik nou zo goed mogelijk die werkelijkheid weergeven? Totdat hij tot het inzicht komt dat hij op geen enkele andere manier beter de werkelijkheid weer kan geven dan de werkelijkheid zelf te presenteren. En hoe doet hij dat dan? Dat doet hij door bijvoorbeeld objecten uit de natuur te verzamelen. Ja. En die gewoon te plaatsen als een object in een ruimte. En je takjes, daarmee te blaadjes. Takjes, blaadjes, vooral plantjes ook, die hij verzamelt, die hij naast elkaar laat zien. Hij zoekt bijvoorbeeld, hij maakt verzamelingen van soortgelijke bladeren van één boom en plaatst die allemaal naast elkaar. En dan zie je dat al die bladeren een andere vorm hebben. Waarom is dat interessant? Dat is heel erg mooi om te zien. Van je zou denken van ja, al die bladeren van diezelfde boom, die hebben dezelfde genetische code. Dus die zouden dezelfde vorm moeten hebben. Ja. Maar er zijn natuurlijk allerlei factoren die die vorm nog een keer bepalen. Dat kan zijn aan welke kant van de boom het blaadje zat. Zat het voldoende licht? Of het belemmerd werd door een ander takje? Noem maar op. Maar het mooie is, als je al die blaadjes bij elkaar ziet, dan leer je opnieuw kijken naar wat die werkelijkheid om je heen is. Hij wijst je, hij doet niks anders dan het tonen van wat hij vindt en wijst je daarmee op de rijkdom van de jou omringende werkelijkheid. En dat is iets wat door zijn hele oeuvre heen speelt en ook nog steeds een rol speelt. Zij dat ook vooral zijn latere werk, zijn huidige werk, nog steeds uitgaat van diezelfde principes, maar waarin hij zich veel meer verdiept in op wat voor manier wij als mensen ons verhouden tot die omgeving. En dan vooral de natuurlijke omgeving. Hij zegt, natuur is de primaire werkelijkheid waarin we ons bevinden. En alle antwoorden die we hebben over ons bestaan kunnen we terugvinden in de natuur. Ja, precies. Sterker nog, we maken gebruik van hulpbronnen uit de natuur, waarvan we soms de werking niet eens meer weten. Het klinkt allemaal heel geitenwolle sokkerig, maar het is minder geitenwolle sokkerig dan je denkt. Maar hij laat ook zien in zijn werk dat we ons vervreemden. Dat de mens aan het vervreemden is, de afstand tot de natuur steeds groter wordt. Ja. En wat hij doet is niks anders dan het tonen van gewassen die in bijvoorbeeld een geneeskrachtige werking hebben. Mm-hmm. Of een geestverruimende werking hebben als je wil.
dat laat hij zien, of hij toont dat het er is. En laat je daarmee ook kennis maken met de herkomst van vegetatie, maar ook de kennis die daarover verzameld is. En het wordt nergens politiek, het wordt nergens dogmatisch, maar hij laat je alleen maar zien. Dus wat hij doet, hij confronteert je met de natuur. En dat zijn inderdaad die principes van de nul is nul beweging. Het is de werkelijkheid, aanvaarden zoals hij is. Je pakt die werkelijkheid en kunst en werkelijkheid worden één. En in dit geval is de natuur, is de kunst die hij toont. En dat is een heel spannend spel tussen de relatie tussen kunst en natuur. Wat is natuur, wat is kunst? Hij zegt dat het kunst is. Ja, dat is aan de kijker om dat te aanvaarden als idee. Ja. Nou, het is geloofwaardig. Nu is het niet alleen een overzicht tentoonstelling in het Stedelijk Museum, maar er staan ook beelden in de plantage. Ja. En er is een tentoonstelling in de Ketel Factory. Ja, dat is heel leuk. We hebben de Ketel Factory en het Stedelijk Museum Schiedam hebben de handen ineengeslagen. Mm-hmm. Ook om veel aandacht te genereren, ook naar buiten toe. Het is de eerste keer dat we dat doen. Het is ook een wens die al veel langer bestond, omdat we natuurlijk ook raakvlakken hebben met elkaar. We zijn... beide een instituut voor moderne en hedendaagse kunst, signaleren. En wij hebben contact gezocht met de Ketel Factory, met het idee van we maken een tentoonstelling over de Herman de Vries. Willen jullie met ons meedoen? Of zullen we het gezamenlijk doen vooral? Dat hebben we gedaan, ook omdat de wens bij de Ketel Factory al langer bestond om ook iets met Herman de Vries te doen. Ja. Dus dat was een hele gelukkige combinatie en we hebben met elkaar... Hebben we daar een aansluitend programma voor ontwikkeld. Dat betekent dat je in het Stedelijk Museum Schiedam zie je de ontwikkeling van Herman de Vries vanaf omstreeks 1954 tot aan vandaag. Ja. En het meest recente werk wat Herman de Vries heeft gemaakt, daar zijn er een paar van te zien in het museum, maar is uitgebreid te zien in de Ketel Factory. En dat zijn tekeningen op papier die Herman de Vries in de afgelopen 2 jaar heeft gemaakt. Okay. Plus een installatie die hij te plekken maakt. En het bijzondere is dat we tussen de Ketel Factory en het Stedelijk Museum hebben een route gemaakt waarvoor Herman de Vries 4 sculpturen heeft laten plaatsen in het park. Wat zijn het voor sculpturen? Het zijn stenen. Ja. En het zijn stenen met inscripties. En dat zijn ingebeitelde teksten die je wijzen op het fenomeen van het object wat je daar aantreft. Dus het is een, ik heb even de titels niet paraat, maar een van de titels is ook No Thing, zoals de titel van de tentoonstelling in de Ketel Factory. Ja. Een andere titel is, ik meen de I am, ik ben. Het is, die steen is, die is daar aanwezig. No Thing, wat is het? Het is geen ding, het is een steen, maar het zet je heel erg aan het laat je heel erg nadenken over wat je aantreft. Uh-huh. Voor de rest zijn het puur basaltblokken die er al lagen. Maar er is met goud is daar een tekst in gebeiteld. Echt goud? Dat goud. Oké. Goudverf. Dat mag je zo wel in de gaten houden. Ja, dat. Maar daarmee heb je dus een tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Mm-hmm. Waarin een overzicht te zien is van het hele oeuvre van Herman de Vries. Mm-hmm. En bij de wandeling naar de Ketel Factory, waar No Thing te zien is, kom je langs 4 beelden. Ja. En, eigenlijk... net als Ik hou van Holland, een tentoonstelling waarbij je ook verbinding zoekt met de stad. Ja, heel duidelijk. We willen natuurlijk ook, steeds meer gewoon die verbinding leggen met de stad. En dit is een heel mooi ding om ook op die 2 plekken, op 2 locaties in de stad actief te zijn. En ook die route daartussen te markeren. En je ziet dat dat dan ook weer wat voortbrengt, wat blijvend is voor de stad. Want we hopen dat we die sculpturen kunnen behouden na de tijd. We hebben tot nu toe de medewerking gekregen van de kunstenaar om ze te maken, maar we moeten ze nog behouden voor de stad. Ja. Maar ik denk dat het een hele aanwinst kan zijn voor de stad en dat het ook dat we op die manier ook naar buiten toe kunnen treden en dat de mensen ook toevallig in aanraking komen met hetgene wat er in het museum te zien is. Ja. En we hopen natuurlijk dat iedereen ook in het museum komt kijken, want het klinkt heel abstract, maar het is eigenlijk een hele toegankelijke kunst en het is een heel... plezierig om naar te kijken. De tentoonstellingen Herman de Vries.ol in het Stedelijk Museum en No Thing Herman de Vries in Ketel Factory zijn nog tot 18 januari 2015 te zien. Vrijdag 3 oktober om 8:15 staat Frederik Spicht in het Wennekepand met haar programma The Madison Show. The Madison Show is een muziekprogramma gelardeerd met diverse theatrale elementen. Om 8:30 draait in Wenneke Cinema de film Zombie, The Resurrection of Tim Zom. Tim Zom, alias Zombie, is opgegroeid tussen geweld en criminaliteit.
De roekeloze langharige skater probeert de kost te verdienen met tricks, flips en de muziek die daarbij hoort. Op zaterdag 4 oktober is er in samenwerking met de historische vereniging een Wiltenmiddag in de jaren 70 Hollandse Huiskamer aan het Stationsplein. In de Grote Kerk speelt organist Geert Bierling vanaf 3 uur een inloopconcert. In Wenneker Cinema draaien 2 films, om 8:30 Zombie the Resurrection of Tim Zom en om 9:00 Una Via a Palermo. In de Italiaanse film zijn Rosa en Clara op weg met de auto naar een bruiloft in Palermo. Tijdens een ruzie slaan ze een smalle zijstraat in en komen ze klem te staan tegenover een andere auto. Deze is tot de nok toegevuld met een lokale familie en Samira, een oudere dame, aan het stuur. Beide auto's weigeren te keren en de ander te laten passeren. In no time is het incident aanleiding tot een ware volksopstand. Op zondag 5 oktober organiseert Jazzpodium Waterweg voor het eerst een concert in de foyer van het Wennekepand. De Boris van der Lek Band speelt vanaf 3:00 in het Cultuurhuis aan de Vijgensteeg. Ook om 3:00 speelt John Mann, een concert op het theaterorgel in het Theater aan de Schie, en is in Wenneker Cinema de film Una Via a Palermo te zien. In de jaren 70 Hollandse Huiskamer aan het Stationsplein wordt woensdag 8 oktober om 7:30 een verzamelaarsavond georganiseerd. In Wenneker Cinema draaien op donderdag 9 oktober 2 films. Om 8:30 Jimmy's Hall en om 9:00 The Fault in Our Stars. Jimmy's Hall vertelt het waargebeurde verhaal van de Ierse activist Jimmy Gralton, die in de jaren 30 voor de vrijheid van meningsuiting streed. Hij bouwde op het Ierse platteland een cultuurhuis waar mensen samenkomen om te leren, te debatteren, te lezen en te dromen, maar vooral om te dansen en plezier te hebben, tot afschuw van de lokale pastoor. The Fault in Our Stars gaat over Hazel Grace, die een ongeneeslijke vorm van kanker heeft. Omdat haar longen zijn aangetast, moet ze continu een rugzak met een zuurstoffles rondsjouwen. Door haar moeder wordt ze naar een praatgroep gestuurd die haar niet kan boeien, totdat Gus erbij komt. Ook op vrijdag 10 oktober draaien Jimmy's Hall om 8:30 en The Fault in Our Stars om 9:00 in Wenneker Cinema. In het Theater aan de Schie wordt het stuk Stoner gespeeld. Stoner is gebaseerd op de roman van John Williams uit 1965 dat in 2012 opnieuw werd uitgebracht. De regie is in handen van Ursel de Geer en het stuk wordt gespeeld door Reinoud Bussemaker, Peter Bolhuis, Trudy Klever, Maruska Hamer en anderen. Voorafgaand aan de voorstelling om 8:15 wordt om 7:15 een inleiding op het stuk gegeven. Op zaterdag 11 oktober staat Jeroen van Merwijk om 7:45 op het podium in het Wennekepand. In de Grote Kerk zingt om 3:00 het vocaal ensemble Kralingen onder leiding van Robert Verheul. In de West-Vestkerk start de Nacht van de Geschiedenis om 8:00. In Wenneker Cinema draait om 8:30 de film Jimmy's Hall. Op zondag draait om 3:00 in Wenneker Cinema de film The Fault in Our Stars. Ook om 3:00 staat het gezelschap Jeans in het Theater aan de Schie met Tropical Heat. Jeans is al jaren de springplank voor jong theatertalent. Dit jaar bestaat de cast uit veel nieuwe gezichten en dus jonge, enthousiaste talenten die de kans krijgen zich te presenteren voor het grote publiek. Jeans trakteert dit keer op een tropische verrassing. Een meeslepende cocktail van zinderende melodieën, romantische duetten en opzwepende showmuziek. Jeans neemt u mee langs muzikale arrangementen van 1950 tot 2014... met een vleugje salsa, een snufje folk en een flinke knipoog naar het theater. Voor iedere muzieksmaak wat wils. In Wenneker Cinema wordt op dinsdag 14 oktober om 7:30 de filmcursus Blik op Film gegeven. Meer informatie vindt u op www.wennekercinema.nl. In het Theater aan de Schie maakt Bootleg ABBA u om 7:15 deelgenoot van de ultieme ABBA Experience. Op woensdag 15 oktober kunt u om 7:30 terecht in de jaren 70 Hollandse Huiskamer aan het Stationsplein voor een vinylavond met Pop Bingo. En op donderdag 16 oktober om 7:30 voor een lezing over kunst in de jaren 70 door kunsthistorica Lilian Boes. In Wenneker Cinema draait dan om 8:30 de film Sepideh. Sepideh is een eigenzinnig Iraans meisje van 17 dat dolgraag astronomie wil studeren om later astronaut te kunnen worden. Met een handvol jongeren zet zij zich in voor de onvoltooide sterrenwacht aan de rand van haar stad. Uren kijkt ze met haar telescoop naar de sterren en schrijft in haar dagboek zelfs brieven naar Albert Einstein. Haar familie, die in zware geldnood verkeert na de dood van Sepideh's vader, heeft echter hele andere, veel traditionelere plannen met haar.